Hallo mensen van Mario Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag spelen wij The Sims 4. Ik ben namelijk laatst zelf begonnen met het spelen van deze game. Ik snap er de ballen van en hoe kun je beter een game snappen dan hem gewoon een uur lang achter elkaar te spelen? Het leuke is, ik ga deze XXL gameplay ook gewoon doen naast mijn eigen seriewereld. Dat is in hetzelfde universum. Ik speel de game ook op mijn eigen kanaal. Dan kun je deze characters dus weer tegenkomen. Het belangrijkste is, ik ga gewoon heel Banjo Town namaken. We hebben hier dus een Bardo Allens. Nou, duurt een character maken best wel lang. Dus ik ga denk gewoon een beetje dobbelen tot ik denk, ik vind het wel best. We hebben hier een Bardo Allens. Zo, een paar keer dobbelen. Dat is geen Bardo. Dat is geen Bardo. Dat is geen Bardo. Wacht. Zo. Dit vind ik, oeh, die is goed. Ik wil terug. Ik wil eentje terugdobbelen. Oh, shit. Wat is nou echt een beetje een Bardo? Dit is een goede Bardo. Dit is wel een goede Bardo. Ja, noemen we een beetje aan de zangerige kant. Ja. Als dit, en dan een beetje oud. Wow, Bardo, wat doe je? We kunnen Bardo ook als kind doen. dit is goed. We doen een volwassen Bardo. Nee, een jongvolwassene. Gewoon Banjo. Ja, daar staan die borsten ook wat hoger. Zie je dat? Ze zakken gewoon in. Als je van jongvolwassenen naar volwassenen gaat, dan zakken de borsten in. Fantastisch! Realiteit! Niks aan veranderen in dit character. Oh, ik moet nog wel eigenschappen kiezen voor Bardo. Bardo is creatief, want hij is een YouTuber. Hij is een succesvol auteur. 1001 smoesjes. Wat is Bardo nog meer? Hij is een romantische man. Iedereen van Banjo Town is romantisch, die geef ik gewoon aan iedereen. Hij is een grapjas en hij is, nou geniaal is hij sowieso niet. Hij is een bro. Yeah! Oké, dit is Bardo. Wow, de rust gaan Bardo. Allens, ja, een fotomomentje. Oké, wat we nu moeten doen is Bardo Allens in een huishouden flikkeren. En die gaan we dus in het huishouden flikkeren. Met alle andere mensen. Eens even kijken, waar gaan we wonen, Banjo Town? Kun je hier wonen? Ik weet alleen niet of we met 4 mensen in 1 huis kunnen. Dus ik begin met Bardo Allens en mezelf. Gaan daar wonen, denk ik. Zou dit perfect... Oh, dan moet ik alles nog bouwen. Dat is onhandig. Ik ga wel een huis kopen dat kant en klaar is. Alleen de meeste shit hier heb ik geen geld meer voor. Kunnen we hier wonen? Huisgenoten. Oh, dan krijg ik al huisgenoten. Ik wil gewoon mijn eigen huis ontwerpen met iedereen en liefde. We kunnen hierheen. Geloof ik? Ja, oké, dan ga je toch hierheen, joh. Koop het lekker gemeubileerd. Kan wij wat boeien, Bardo? Wat jij man doet met een kutleven. Cool, we hebben een Bardo. Dat is een heel goed begin. Lekker bezig, Bardo. Oh ja, het is nu al fantastisch. Dit huis kunnen we natuurlijk uiteindelijk Banjo Town noemen. En vol stop met hoeren. Mannelijke hoeren. Strippers en zo. Ja, oké. Okay. Nou, hier van Bardo. Gefeliciteerd, Bardo, met je leven. Oké, dan gaan we nu eventjes opslaan. En even afsluiten. Voor mij vraagt hij bij afsluiten ook, wil je opslaan? Lekker dubbel op. En afsluiten, hoppakee. Afsluiten, dan komen we als goed is weer in het hoofdmenu. En dan maken we gewoon nog een character aan. Die flikkeren we in hetzelfde huis, zijn ze huisgenoten. Bats, boom. We kunnen ook mezelf maken. En we kunnen ook Thomas doen. En Bardo en Thomas een romantische relatie laten hebben. Dat is een goed idee. Oké, dan doen we nu even een lekkere man met een baardje. Dit wordt Thomas Smaggen. Thomas. Ik zit zelf namelijk ook al in de Sims wereld. Dus dat is eigenlijk niet heel erg nodig om het nog een keer te doen. Sorry, Yuri. Is Thomas helder? Hartelijk of hij is hartelijk. Oké, Thomas, we gaan je een paar keer dobbelen tot ik denk, dit is onze Thomas. Als je deze persoon blank maakt, lijkt hij al best wel op Thomas. Verkocht. Boom! En dan nog het haar, een beetje een ander kleurtje doen. Zo. Dit is niet Thomas. Dit is niet hoe ik onze Thomas ken. Dit lijkt er al een klein beetje goed genoeg. En dan moet ik nog wat assets kiezen voor Thomas. Hij is super rijk. Dat mocht hij willen. Kennis? Ik vind Thomas altijd wel een slimme jongen. Dus in principe kan ik hem wel nerdbrein geven. Ja, nerdbrein voor Thomas. Verder is hij natuurlijk een bro. Yeah. Verder is hij... Yeah. Verder is hij natuurlijk heel romantisch of zo. Iets in die richting. Thomas, jij romantische motherfucker. En iets van... netjes, kinderambitieus, gestoord. Ook wel. Houdt van buiten. Dacht het niet. Een fijnproever. Kunstliefhebber. Een geodriehoek. Thomas is een geodriehoek als je kijkt naar zijn lichaam. Wat moet ik als laatste eigenschap doen? Op familie gericht. Hij wil vast wel baby's met Bardo. Oh, hij is zo op familie gericht, jongen. Smaken. Oké, we hebben de smaken aangemaakt. Hartstikke fantastisch. Nou, dan mag je natuurlijk bij Bardo gaan inwonen. Hier had Bardo toch? Nee, waar zit Bardo? Oh nee, we zitten in de Oasis Springs. Er zijn namelijk 2 soorten werelden. Hier zit Bardo. Allens. Je kan bij Allens gaan wonen, toch?
Intrekken. Woe! Weet je zeker dat je wilt intrekken bij de familie Allens? Ja. Oké, en dan gaan we dus een deel betalen aan Bardo. Want die, ja, natuurlijk, Bardo gaat het hele huis lopen aftikken. Dat betekent dat we sowieso meteen meer geld hebben. Door twee Sims in één huis te pompen, hebben we meer geld voor zowel Bardo als Thomas. Ik stel voor om nu gewoon lekker te beginnen met ons avontuur. Laten we meteen gaan een goede romance ontwikkelen tussen Bardo en Thomas. Ze allebei een goede baan geven als YouTuber. Oké, dan. Zeg maar hoi tegen deze persoon. Broederlijke groet. Oké, Bardo en Thomas, dit is jullie moment om elkaar te ontmoeten. Dit is erg fantastisch. Ze praten meteen over lama's. Dit is zo realistisch. Oké, meer keuzes. We gaan iets vriendelijks doen. Een broederlijke box. Wow, zeer broederlijk. Goeie shit dit. Oké, vliegtuigen, waar gaat dit nou weer over dan? Rustig jongens, rustig, we gaan roddelen. Ja, die Rick van Biotown, dat is echt een faggot, hè. Dat kijkt toch niemand naar zijn XXL gameplay. Niet te snel, niet te snel. We gaan eerst eventjes een paar... We gaan een impressie doen. Oh, want ik heb geen balhaar, balhaar. Oh, grappig, grappig. Thomas vindt het helemaal fantastisch. Je ziet ook gewoon dat Thomas het leuk vindt. Wat gaan we nog meer doen? Opfleuren. Aangrijpend verhaal vertellen over dode hond. Bardo heeft trouwens best lekkere borsten, dat mag gezegd worden. Een complimentje geven. We gaan ze gewoon eerst bros for life maken en daarna duiken ze samen bed in. Ze delen toch al een huis. Hoe kun je überhaupt een huis delen zonder elkaar te kennen? Waarom praten we over vleermuizen? Vragen zijn aanwezig. Waarom heeft Bardo zo'n rare stem? Veel vragen. Oké, Thomas, wat gaan we doen? Oké, wat gaan we nog meer... Nee, blijf! Blijf in het gesprek. We kunnen richting de liefde gaan en een compliment geven over uiterlijk. Sowieso. Meer keuzes. Liefde. Gewaagde vraag stellen. Ja, een hand en een roos aanbieden vind ik wel een beetje vroeg. Versierdruk. Vragen of Thomas vrijgezel is. Dat is wel belangrijk. Thomas, ben je nog vrijgezel, homo? Oké. Bardo is net te weten gekomen dat Thomas vrijgezel is. Nice. Oké. Nee, blijf Bardo. Je gaat praten met Thomas over treinen en shit. Hierheen. Meer keuzes. Liefde. Mij uitvragen. Dat is wel heel snel. Nog een complimentje over... we kunnen ook aantrekking bekennen. Van, oh Thomas, ik vind jou wel leuk hoor. Kunnen we ook doen. We kunnen ook nog een versiertrucje doen. En een omhelzing misschien. Iedereen houdt van omhelzingen. Meer keuzes, liefde, een omhelzing. Hou van elkaar, Thomas en Bardo. Hou meer van elkaar dan voorheen. Oeh, kijk, Bardo is helemaal van... Oeh, Thomas vindt me leuk. Dit is fantastisch. Oké, wat gaan we nou meer doen? We kunnen een sexy pose. Wacht. We moeten de sexy pose doen. Terug. Sexy pose. Geen idee wat dit doet met mijn leven, maar het zal kut zijn waarschijnlijk. Kom op, Bardo, doe die sexy pose. Wow, dat was sexy. Zat je nou eens een piemel? Een beetje. Ik voel me een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet waarom, maar... Oké, Thomas begint weer over gamen. Thomas, ik ga je een roos aanbieden met heel mijn hart. Gaat echt goed hoor. Misschien moet ik Thomas gewoon op een date vragen en mijn piemel erin stoppen. Mevrouw piemel. Hij wil de roos! Hij wil de roos! Oh my god, fangirling confirmed. Oh, dit is zo fijn. Ik ga zijn hand kussen. Het is een beetje feminisme dit. Normaal moeten mannen de eerste stap maken. Daar gaan mensen vanuit. En nu niet. Ik ga Thomas zijn hand kussen, dames en heren. Even inzoomen hierop. Wat heb je mooie handen, Thomas. Zo vrouwelijk. Een kushandje geven. Ja, dit gaat goed hoor. De liefde vloeit door mijn aderen. Eén gesprek en we duiken zo in bed als het goed gaat. Kom op, Thomas en Bardo. Ik geloof in jullie relatie. Ik vind het nog het leukste van iedereen hier. Zou ik gewoon voor de eerste kus gaan? Zou ik er gewoon voor gaan? Ik ga er gewoon voor. Fuck it. Leef je droom. Kom op, Thomas. Hou van me, alsjeblieft. Ik ga ervoor. Ik duik erin. Oh my god. Dit is fantastisch. Ze vinden het leuk, hoor. Thomas Smacher vindt het fantastisch. Oeh. Ik heb nu al meer bereikt dan in mijn eigen Sims-serie. Oh, selfie. Thomas, niet op je Instagram. Oh, net met Bardo gezoend. Was hartstikke lachen. Waarom denkt hij aan bed? Aantrekking bekennen. Thomas, ik vind je stiekem best wel leuk, man. Oh, nee. Waar gaan we heen? Waar gaat dat heen vandaag? Suggestief gesprek. Thomas voelt zich heel flirterig. Dat zal wel weer, Thomas. We gaan gewoon nog een keer zoenen. De eerste zoen is geweest. Nu kunnen we elkaar gewoon op de bek pakken, toch? Dat het zo goed werkt. No, joh. No, joh. Kan gewoon.
Voor mij is Bardo Ellens ondertussen wel eens een boek aan het plassen. Oh, denk maar weer aan fastfood, Thomas. Wil je vaste verkering vragen? Ja joh, doe gewoon. We kennen elkaar net, maar dat is niet erg. Hij wil! Hij wil! Yay! Woe! Heel flutterig. Ziek hoor. Thomas, nu je vaste verkering bent, wil je batsen? Kindje proberen te maken. Dude, je kent elkaar net. Dit is legendarisch. Ik hoop zo dat Bardo's warm wordt. Dit is nice. Ja, ze gaan het doen. Thomas en Bardo gaan die bebe maken. Look at that Bardo bips. Bardo heeft wel een lekker kontje hoor. We hebben alvast een lekker fijn tweepersoonsbed. Die baby komt er snel aan. We hebben geen werk, hebben we ook helemaal niet nodig, want de baby is onderweg hoor. Oké, duik maar lekker een bed in, Bardo en Thomas. Bardo ziet er sowieso al een beetje zwanger uit. Haal de kaarsen maar tevoorschijn, maak het romantisch. Thomas Smagge en Bardo Ellens bedrijven voor de eerste keer. Oh ja. We zijn 10 minuten bezig en Bardo en Thomas hebben zelf de liefde bedreven. Ik snap in één keer helemaal waarom YouTubers bekende mensen namaken in The Sims. Het is fantastisch om Bardo en Thomas zo bezig te zien. Zo ken ik ze niet. Nog niet. Ik geniet hiervan, dat merk je misschien al, maar... Ja, we gaan voornamelijk spelen als Bardo. Hij is toch de frontman van Banjo Town, weet je wel. Oh, we gaan meteen slapen en nadenken over spinnen en melk. Het is oké, het is oké. Hebben we de baby ook gemaakt, of dat niet? Ik skip de tijd een beetje door. Ja, draai maar lekker door met die tijd. Bardo is een grapjas. Grapjassen zijn vaak speels. In de bedkamer, am I right? Nope, oké, kan. Oh nee, Bardo moet naar de wc. Snel, Bardo, de baby. We moeten bevallen. Heb je nou je broek gedaan? Dit gaat Thomas niet waarderen, hoor. Gebruik die wc maar. Zwangerschapstest? Oh, shit. Wat moet je allemaal doen? Je moet even... Je hebt honger en je moet heel nodig en allemaal troep. Zal ik anders even douchen? Je hebt net hele gore seks gehad met Thomas. Misschien moeten we daar even wat aan doen? Ja joh, douche even lekker. Een koude douche nemen. Hoezo is dat romantisch? Ik mis de halve game, denk ik hier. Maar oké. Even douchen. Waar is onze keuken, Thomas? Tommy boy? Zo, lekker wat koken. Macaroni met kaas. Voor 4 personen kan Thomas ook lekker meesmikkelen, Thomas. Onze relatie is al zo ver dat hij kan poepen terwijl ik naakt aan het douchen ben. Nice hoor, dat is nice. Kookvaardigheid geleerd. Dankzij de nieuwe kookvaardigheid van Bardo kan ze nu heerlijke, simpele klassiekers bereiden. Lekker. Onze relatie gaat goed hoor. En dan gewoon nog een keer proberen een baby te maken. Hoe was je dag, Thomas? Je hebt alleen met mij in bed gelegen en gebatst, maar hoe was jouw dag, meneer Smagno? En zo was je dag, ik ben heel benieuwd. Veroveringen bespreken. Dat is dus bespreken wie we al gebatst hebben. We hebben een relatie, joh. Nog een keer kindje proberen te maken. Aanzoek doen? Oh my god. Het gaat zo snel allemaal, moet kunnen. Nou, we gaan ook even de macaroni opeten. Een portie pakken. Ja, hier Thomas, wil je ook lekker een portietje eten? Ik heb geen idee in welke volgorde we nu alles doen. Heel even gauw die baby maken met Thomas eventjes skippen. We gaan eerst even gauw onze macaroni opeten. En dan gaan we weer een baby proberen te maken, Thomas. Jezus. Thomas, wil je ook misschien wat eten? Ik kan Thomas toch ook besturen? En moet ik even hierop klikken zeker? Ja. Pak maar een portie, jongen. Pak maar een portie. Dat is leuk. Je kan beide besturen. Dus ik kan ook gewoon Thomas met Bardo een baby laten maken. En andersom. Iedereen maakt baby's met elkaar. Vind je het lekker, jongen? Mijn motherfucking gore macaroni. Ah, joh, nog 9 uur en 33 minuten tot dit gerecht bederft, Thomas. Niks aan het handje, joh. Het is wel gezellig hier. Ja, verder weet ik nog niet zoveel van de Sims. Dit is alles wat ik weet. Macaroni maken en seks hebben. Het is ongeveer ook in het echte leven. Ik kan heel goed macaroni seks maken, dus dat scheelt. Oké, dan. Wat nu? We gaan weer even als Bardo spelen. Dus Thomas, heb je nog zin in die baby? Meer keuzes. Liefde, misschien nog iets van... Handje vasthouden. Of nog een keer een kindje proberen te maken. Eerst nog een kindje proberen te maken. Eerst zwanger worden. Dan aanzoek doen. Old school style. Sommige mensen doen eerst trouwen en dan een kindje proberen te maken. Nee. Bardo en Thomas staan lekker direct. Eerst een kindje maken en dan snel trouwen alsof er niks aan de hand is. Dat zijn wij. Kijk die Bardo booty bewegen dan. Niks mis mee. Oké, skip maar even een tijdje door. Oh, lekkere macaroni. Tijd om te neuken. Ja, is goed. Goeie relatie is dit hoor. Erachteraan. Erachteraan Bardo. De slipcam erin. Nice. Yeah. Thomas vindt het leuk hoor. En natuurlijk vindt hij het leuk. Bardo is een romanticus. Oké, wat nu? Zullen we nu die zwangerschapstest proberen? Hartstikke goed joh. Oké, we gaan het doen. We gaan het doen, dames en heren. Het moment suprême. Eh, c'est le Bardo très zwanger? Je ne sais pas. Dat ik zei zojuist in het Frans, is Bardo erg zwanger? Ik weet het niet. Oké, Thomas wil je erbij zijn misschien?
Plas dat stokje maar onder hoor, meid. Kijk Bardo en die zwangerschapstest doen. Genieten is dit, of niet dan Bardo? Bardo is in verwachting! Yay! Vertel het Thomas! Vertel het Thomas! Groot nieuws bekendmaken! Ja, Thomas, ik heb je wat te vertellen. Ik heb met op een stokje geplast en we zijn zwanger! What? Hype! Hype! Oh ja, dit is zo leuk. Oké. Hoe gaat het? Vertel het maar. Regen en zon. Regen en computers. Vertel dan maar dat we een kindje krijgen. Kun je ook gewoon veilige seks hebben in de Sims? Bestaat dat? Van mij ben je gewoon niet zwanger totdat je een zwangerschapstest doet, of niet? Of kun je ook gewoon uit het niets gewoon bevallen? Dat zou ook grappig zijn. Oh, ik heb even gekotst. Ja, dan ben je echt zwanger hoor. Misschien wil je die ook meteen even schoonmaken? Je buik is wel aan het groeien, Bardo. Jezus. Waarom zijn deze dingen aan het knipperen? Ze vallen zeker weg. Ja, chillen met bro's. Die vallen weg. Oh nee, al mijn eigenschappen. Nu is natuurlijk de vraag, hoe gaan we geld verdienen? Ten eerste, zijn we al fucking rijk? We hebben 21.000, waar we met 2 mensen samenwonen. Super handig. Oké, okay. Selecteer een boek uit de boekenkast en lees het helemaal uit. Dan doen we dat toch lekker. Boeken kopen. We kopen eventjes een boek en dan lezen we die helemaal uit. Wat is nou een leuk boekje, jongens? Culinair Koken deel 2. De 50 tinten van mijn ramen. Die is goed, die willen we wel. Chroniek van Rodiek. De avonturen van Pinky Roezelrok. Vreedlust spelen. Waar gaat dit over? Oeh, E is energie, dus zet je schrap. Femke gebruikt de kennis die ze als personal trainer en natuurkundige heeft vergaard om te onderzoeken hoe je een lichaam nou echt in beweging kunt krijgen. Kutboek. Minder milkshakes, die willen we. Hartstikke mooi, alhoewel. Gamen deel 2, de officiële... We doen wel gamen deel 1, trollen voor noobs. Die hebben we nodig, koop maar. Oké. Okay. Bedankt voor de bestelling. De boeken die Bardo gekocht heeft bevinden zich in haar inventaris. Hoe werkt dat? Oké, Bardo. Je hebt dus een boek bij je. Hoe komen we daarbij? Is je inventaris? Carrière, vaardigheden, relaties, inventaris. Oké. Okay. Die gaan we lezen. Gamer deel 1, trollen voor noobs, lezen. Zolang Bardo dat boek gewoon bij zich heeft, dan komt het helemaal goed. Kom op Bardo, lees dat boek, kreng. You vieze bitch. Lees hem maar in één keer uit, joh. Heb je zin in? Bardo kan nu haar vaardigheden op computer, tablets, motion game rigs of zelfs op haar telefoon verder ontwikkelen. Nice. Heb je het boek al uit of niet? Ah, ze zijn er lekker aan het lezen. Knuffelen, lezen en baby's maken tegelijk. Oké, okay, Bardock. Lezen, kreng! Is hij uit? Heb je hem uit? Je hebt hem neergelegd. Het mag niet. Ga je nou verder lezen of hoe werkt dit? Hoe weet je wanneer je het boek hebt uitgelezen? Ik heb geen idee hoe dit werkt. Misschien krijgen we van hetzelfde boek gewoon nog een keer dikke kennispunten. I don't know. Yay, ik heb het boek uitgelezen. Waarom lees je nog? We hebben de achievement gehad. Ik ga denk grotendeels gewoon proberen achievements af te strepen. Dat is leuk. Een mop vertellen door blij te zijn. Oké, okay, dan doen we toch eventjes een mopje vertellen. Meer keuzes. Vriendelijk. Nee, is er daar geen mop vertellen? Waar kan ik die mop vinden? Meer keuzes. Grappig. Daar zal er waarschijnlijk een mop vertellen bij. Grap over politici. Dat is natuurlijk ook een grap. Een grap over een politici is ook een grap. Het is misschien grappig, maar het is wel een grap. Oké, ik ga dus inderdaad heel veel dingen afstrepen. Dansen op muziek uit de stereo. Hebben wij een stereo, Thomas? Nee! Misschien moeten we eerst een stereo kopen, Thomas. Ja! Gelukkig zijn we fucking rijk, Thomas. Woehoe! Oké, okay, even kijken. Het is altijd een beetje een tuinzooi hier. Aan de kant, huishoudinventaris. Ik wil dit niet. We kunnen ook gewoon zoeken op stereo. Zie je? Oude rock stereo. Sure, joh. Oeh, een grammofoonplaat. Een jukebox. De huisbaas fluisteraar. Oude rock retro stereo. De mini audioblaster is wel goed, denk ik. Ja joh, zet hem lekker neer op een handige plek. Zoals hier. Naast de televisie. Is dit een televisie? Nee, het is gewoon een bed. Hier moet sowieso een televisie hangen, anders dan is ons leven niet compleet. Ik wil hem ook eigenlijk niet hier hebben. Nee, ik wil hem niet daar. Ik wil hem verplaatsen. Kun je hem voorplaatsen? Hoe kun je hem voor je verplaatsen, dames en heren? Mag dat überhaupt? Die stereo kan ik wel verplaatsen, toch? Nu staat hij zo... Ja, de tv moet hier eigenlijk. We kunnen ook even de tv erboven doen, hoor. Dan ziet het er heel lelijk uit, maar dat mag. Televisie. Televisie en televisiemeubels. Ja, oké. Okay. Even kijken, hoor. Wat moois aan de muur kan hangen. Toch. Ja, toch. Hoe hangt dit? Hoe hangt dit, dames en heren? Zet hem wel gewoon hiernaast, joh. Eén grote teringzooi hier in de woonkamer. Die Sims hebben er toch niet door. Die hebben toch geen gevoel voor wat mooi is. Oké, okay, knal die stereo maar aan, hoor.
Alternatief. Wij zijn erg alternatief. Alternatief stelletje. Gaan ze nou weer seks hebben? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Jullie mogen helemaal geen seks hebben, behalve als ik het zeg. Oké, ga maar een dutje doen. Stel je luiaards dat jullie zijn. Jullie doen ook nooit wat productiefs met jullie levens. Jezus, Thomas en Bardo. Jezus. Ach ja, als die baby maar snel komt, vind ik alles best, joh. Zo, lekker slapen. Lekker slapen. Bardo en Thomas houden van elkaar. Lekker slapen, lekker slapen. Ik sta trouwens heel erg open voor tips over de Sims. Zoals jullie merken, ik zuig in deze game. Ik heb tips nodig om minder hard te zuigen. We kunnen sowieso gaan proberen Bardo naar een baan te laten zoeken, ondanks dat ze zwanger is. Wat staat er? 3 tot 6 maanden over 16 uur. Oké. 3 tot 6 maanden over 16 uur vind ik nogal vaag, maar oké. Ondeugend zijn, door een grapjas te zijn. Klik op een sim en selecteer een sociale interactie in de categorie ondeugendheid. Oké, Thomas, bitch. Meer keuzes. Ondeugendheid. Bang maken, uitnodigen voor nepfeest, liegen over carrière. We zijn man en vrouw, dat kun je echt niet maken. Ik maak hem wel bang, lekker makkelijke ondeugendheid. Bardo, jij zwangere teef, maak niet Thomas is bang. Oh, ziek. Dat was nice hoor. Lekker gedaan, Bardo. We zijn trots op je dikke borsten. Oh, Thomas en Bardo zijn echt een slecht stijl. Ze zijn altijd elkaar high fives aan het geven en zo. Oh my god. Iemand broederlijk omhelzen door een brood te zijn. Doen we dat toch lekker? Broederlijke omhelzing. Hoppakee. Al die achievements uit Bardo's hoofd worden afgestreept. Verder kun je je character dus ook volledig levelen. Zie je dat hier in je vaardighedenscherm? Je kan comedy, koken, et cetera. We kunnen van Bardo wel een goede kok maken. Ze is immers een vrouw. Hahaha, kun je echt niet zeggen. Wat gaan we koken dan? Waarom staat er een ster bij de hamburgertaart? Is die erg goed? Zeer goed. Oké, maak maar een hamburgertaart, Bardo. We gaan jou omtoveren tot Masterchef. Hey, ik vind het wel leuk. Je kan ook echt je simpelis volledig gaan levelen, zeg maar. Je maakt letterlijk een taart van hamburgers. Dit is echt het slechtste idee sinds de pizzataart. De pizzaburger. Waarom ben je ongemakkelijk? Heb je kut eten gemaakt? Oh, door een beetje honger. Gelukkig heb ik... Wow, dat is cool. Paardje toevoegen. Verjaardagskaarsjes toevoegen. Een stuk pakken. Pak maar gewoon een stuk, Bardo. Doe maar. Het is niet erg. Heb ik nu een extra punten gekregen in het koken? Zo te zien wel. Ja. Oké, dan koken we gewoon nog iets. Ondanks dat we het niet nodig hebben. Een lekker roerei. Kost nog maar 3 euro. Een fucking groepsportie, jongen. Motherfucking hele familie die we niet hebben uitnodigen. Hebben we bedorven eten gegeten? Het eten was helemaal niet lekker. Vieze nasmaak. Verdomme Bardo, niet slapen, koken, kreng. Verder kunnen we Bardo ook op meerdere artistieke punten laten oriënteren. We kunnen een schildersezel kopen. En dan gaat Bardo schilderen. Dat is ook een logeerkamer, wat leuk. Als ik dat bed nog gaan even sloop. Gaan even de logeerkamer opruimen. Fuck logeers. Dit wordt de Bardo's artistieke kamer. Deze hele kamer ga ik volzetten met troep. Oké, dan. Eerste ding. Schildersezel. Schildersezel in creatief. Oké, welk willen we? Lekker. We doen de ezel. Oké, dan. En die doen we gewoon hier zo. Bijvoorbeeld zo om het hoekje. Dan kan Bardo dus schilderijen maken. Dat is heel fijn. Wat hebben we nog meer in de creatief? We willen ook een boksbal. Bardo moet ook heel sterk worden. Natuurlijk. Oeh, een loopband. Leuk, man. Superfit multitrainer fitnessapparaat. Tuurlijk, joh. Waarom niet? Goeie vraag. Waarom niet? Eens even kijken, hoor. We kunnen hem hier neerzetten in de hoek, misschien. En dan zo een beetje die kant op. Ja, leuk, man. Wat kan Bardo allemaal nog meer gebruiken? Activiteiten en vaardigheden. Wat is daar nog meer allemaal in te vinden, zeg maar? Oh, oké. Okay. We kunnen eventjes een viool kopen, bijvoorbeeld. Een koninklijke microfoon. Verover de comedywereld. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oké, we zetten dit ding neer. Zoals ik al zei, dit is de comedykamer. Oh, die doe ik gewoon in de woonkamer. Gewoon hier naast de bank. Stel, ik verfilm een keer. Ik praat wel gewoon tegen deze muur. Verder hebben we in de badkamer een spiegel nodig. Als je in de spiegel praat, dan gaat je charisma omhoog. Dan word je zelfverzekerder en shit. Ik heb het ook niet verzonnen. We zoeken gewoon een spiegel. Het is wel fijn dat je dat zoeken kan doen. Kapitein Sjaak van de compagnie spiegel. Ochtendglorie spiegel. Ruimtes bouwen. Nee, heb ik niet nodig. Ik ben gewoon een spiegel aan het zoeken. Laat me met rust op alle vlakken. Ik wil gewoon een spiegel. Kijk, dit hebben we nodig. Wat voor spiegel doen we? De knoflookgeur wasspiegel. Oké, doen we dit toch lekker? Waarom? Oké, daar hangt hij aan de muur. Dat is nice. Ja, daar is goed, denk ik. Ik heb liever een grotere spiegel eigenlijk. Ja, dit is een mooitje hoor.
Dit is een mooitje. Oké, dan gaan we weer verder met het leven van Bardo. We hebben een heleboel troep gekocht. We gaan Bardo gewoon helemaal levelen, jongen. Bardo is zometeen een high level bitch. Wel vermoeiend hoor, al die shit kopen. Het kost ook een hoop geld, moet ik zeggen. Oké, Bardo, waar zullen we eerst aan werken? Je stand-up comedy? Ja, joh, is goed. Gewoon lekker grappen vertellen. We weten dat je zuigt, dat is oké. Ja, en toen was ik dus zo met het broodje en banjo, smoesjes, 16, de banjo movies. Bleh. Dus zo maakt Bardo ook zijn video's meestal. Flirterig. Oh, tijd voor de baby. Thomas, duik me weer de dekens in met mij, jongen. Gaat wel goed in ieder geval. Thomas denkt aan stinkende schoenen. Dankjewel, Thomas. Ik ook voor jou. Oh, Bardo moet nodig. Zeg dat dan, Bardo. Waarom ga je niet gewoon? Waarom moet ik alles voor je doen? Bardo heeft niveau 2 van de vaardigheid comedy geleerd. Oh, nee, heb je weer in je broek geplast. Verdorie, Bardo. Zometeen plas je die baby nog uit, joh. Jezus. Oké, wat gaan we nu doen? We kunnen even in de spiegel praten met onszelf. Zo, ja. Jezelf moet inpraten. Kijk, als dat balkje vol zit, zijn we geloof ik een level up in charisma. Ik ben gewoon een fanatieke gamer. Dus dan in de Sims gaat het mij niet om een leuk gezin maken. Ik wil gewoon alles level omhoog. Oké, we gaan nu schilderen. Ziek schilderijtje, doe maar een schilderij van 50 euro. Beetje Bardo, we hebben niet zoveel geld, dat zie je ook. Dat is niet erg. Hongerig, toch een beetje honger. Oh, we koken toch weer wat, joh. Laat die spiegel maar even zitten. We gaan even wat eten maken. Dit ziet er beschimmeld uit. Dit ruimen we even op. Nee, is niet meer lekker, nee, Bardo. Dat is bedorven eten. Dat moet je niet eten, mijn jong. Dit bederft ook over enkele seconden. Bardo, ik zou nog geen schilderij maken en je doet het toch. Lol, 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 lol. Oh god, waar gaat Bardo heen? Het ziet eruit alsof je moet kotsen, Bardo. Ga eens wat eten. Koken. Een lekkere tosti. En het gezinsportie weer hoor. Die gezinsporties flikkeren we iedere keer weg. Maar toch blijf geloven in die porties. Oké, wat ben je aan het doen? Ga koken. Koken, Krenk, koken. Bardo is uitgeput. Ja, Bardo, je kan niet de hele dag slapen, lul. Lekker schudden met die billen. Fix die tosti lekker hard. We winnen een barbecue, meid. Mag niet! Ha, ha, ha. Nee, echt. Pats. Zomaar die tosti zo, bats, boom. Wow! Is je naar de peper vallen, meid? Oh, jij silly Bardo. Oh, de kokerskill is wel bijna level up nu. Maar dat dacht ik eerder ook al. Het schiet niet op. Zo. Hij is wel lekker. Kwaliteit? Oké. Okay. Zo zijn mijn tossies ook. Ja, daar is niks mis mee. Zo, eet die tossie maar lekker op, krengetje. Nog gewoon even in bed duiken, denk ik. Lekker bij Tommy Boy erin. Slapen, zo. Gaat hartstikke goed. Verder kunnen we ook boeken kopen om onze skills te levelen, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ik heb weer honger. Jemig. Of iets ernaast maken. Het eten was oké, zei de game. Jezus, dat is ook nooit goed. Het is echt nooit goed. Zo, zat je weer te denken aan de baby meid. Dat vind ik wel schattig hoor. We kunnen ook wel Thomas spelen. Hallo, ik ben Thomas en ik ga naar de wc toe. Daarna verkoop ik Bardo's kunst, of hij het nou wil of niet. Zij, hij, het is allemaal erg moeilijk. De echte Bardo is een man. Deze Bardo is een vrouw. Wat moet ik met mijn leven? Verkoop Bardo's kunst maar, is niet erg. Zo, ga samen een nieuwe schilderen. Schilderen is wel chill. In het begin is het een soort investering. Je betaalt 50 euro voor zo'n schilderij en je krijgt misschien 50 terug. Later, als je een beetje hooglevel schilderen bent, dan kun je gewoon dikke money maken door een schilderij te schilderen voor 100 euro en te verkopen voor 200. Dat is echt best wel nice. Thomas is een mooie bloem aan het schilderen. Lekker bezig, Tommy Boy. Aan verzamelaar verkopen. Wat krijgen we ervoor? Hij kostte 50 en je krijgt 74. Gaat toch wel lekker. Zo, een groot klassiek schilderij. Ik geloof in je, Thomas. Een fucking groot schilderij en het wordt fucking goed, jongen. Thomas heeft trouwens niet zoveel skills op te levelen. We kunnen ondertussen weer een beetje naar Bardo toe gaan. Dat is het fijne aan deze game. Je kan gewoon alles door elkaar doen, jongens. Vooral als je twee mensen hebt. Ik kan twee mensen tegelijk aan noemen aan. Op gebied van controle. Ochtendmisselijkheid. Bardo werd ziek als een hond wakker. Net alsof iemand met haar ingewanden aan het spelen was. Wat moet ik daaraan doen dan? Thomas heeft een schilderniveautje bereikt. Lekker bezig, Thomas. Heb je weer honger, meid? Ja, ik moet beter leren koken, denk ik, hoor. Nou, een tuinsalade. Je kan haast onmogelijke salade verneuken. Wat is Bardo aan het doen? Ik snap echt niks meer van Bardo. Bardo? Waarom ben je zo'n complex wezen en ben je zo heel ongemakkelijk? Als vind je zelf in ieder geval. Thomas, hoe gaat die bij jou dan? Is hij klaar? Aanverzamelaar verkopen, hoor. Ik weet niet hoeveel die waard is, maar... Oh, 117. Weet je wat? Gaan we nog een schilderij maken, joh. Jij vieze schilderslaaf. Ondertussen gaat Bardo Wellens gewoon dingen koken en lekker slapen en alles komt goed. Aan alle kanten gebeurt er iets. Het is iets. Het is zeker iets. Oké, dan. Thomas is lekker aan het schilderen. Ons favoriete schildersletje. Waar zullen we Bardo eens in laten levelen?
Ja, het liefst koken. Maar daar zuigt hij zo hard in. We kunnen ook Bardo even een beetje comedy laten doen. Bardo is een erg grappige gozer. Gaat de tijd nog een beetje voorbij momenteel? Nee, het is een heel kort dutje geweest, maar dat boeit me niet. Niet mijn probleem. Verzamelaar verkopen. Ja, Bardo verkoopt Thomas zijn kunst maar weer. Het staat allemaal helemaal nergens op, maar dat maakt niet uit. Oké, okay. Lekker zingen! Oh, heb je weer in je broek geplast en je buik groeit trouwens ook nog steeds bij. Welke wat achievements doen? Ondeugend zijn. Klik op een sim en selecteren sociale interactie in de categorie ondeugend. Dat heb ik al gedaan eerder, joh. Wow, Thomas kijkt televisie! Leuk, Thomas. Wat leuk. Wat is Bardo aan het doen, joh? Het lijkt alsof hij uit zijn neus aan het eten is. Gadverdamme, Bardo! Viespeuk! Oké, okay. Voor de rest gaat het best goed, Thomas. Lekker aan chance, hoort er ook allemaal bij. Wel bijna een niveau omhoog in comedy, Bardo? Nee, tuurlijk niet. Ik ben helemaal niet grappig, joh. Toilet. Ja. Fixen we. Moe door weinig energie. Ik ga alweer in bed daarna, joh. Oh ja, met Thomas. Je kan ook gewoon kiezen met wie je wil batsen. Nice! Dan kun je gewoon een hele lijst van lovers hebben. Zo gaat het met mijn character in mijn Sims-serie natuurlijk. Oké dan. Oh, kikken dan. Duik het bedje maar in, hoor. Eerst moet je even plassen, voordat je met Thomas naar bed gaat. Verkoop eerst een schilderij. Plas er even flink op los. Nee, jullie mogen geen seks hebben. Je moet nog plassen. Niet in bed plassen. Nee, please. Wat gebeurt er? Ranzig. Oh, man. Je bent echt heel goor, Bardo. Hier. Douchen, man. En gebruiken die wc. Kun je niet gewoon gebruiken... Doe iets. Bardo, alsjeblieft. Vernederd. Oh, Bardo toch. You silly Bardo. Thomas door je met zijn kutmuziek. Helemaal klaar mee. Oh, je gaat weer je bed in. Oké. En je hebt een heel raar levensritme. En je hebt de grond geplast. Noem het gewoon even op. Ik tover je ook iedere keer uit bed. Fuck die shit. Armzalig. Wat er gebeurt? Nee, niet weer uitgeput. Oké, ga maar slapen. Ga maar slapen, joh. Hè? Het is echt een drama. Weet je wat? Ik ga ondertussen met Thomas spelen. Ga maar lekker slapen. Thomas wil een boek uitlezen. Oké, Thomas. We gaan iets lezen. Maar ben jij uit wat als je me uitleest? Over aliens en shit? Ja joh, doe lekker. Doe eens gek, jong. Bardo, ben ik aan het slapen? Ja, mooi. Is het een leuk boek, Thomas? Ja, dat weet ik niet. Het is jouw boek. Heb je hem uit? Nee, hij is nog bezig. Blijf lekker rustig lezen, je bitch is er niet bij. Hehehehe. Als de dame in bed ligt, dan leest Thomas boeken, dames en heren. We kunnen Thomas ook vreemd laten gaan zometeen. Misschien moet ik ze eerst allebei van een baan laten hosselen. Maar hey, dat is iets voor de toekomst. Thomas! Noem nog eens een schilderijtje. Ze zijn zo mooi. Jouw schilderkunsten zijn fantastisch, Thomas. Oké, laten Bardo je wat eten maken. Bardo! Maak maar een chips met salsa. Een enkele maaltijd, if you please. Waarom staat er een prullenbakje? Oh, er is troep om ons heen. Maar waar dan? Moeten we de prullenbakken even leegmaken? Ja, natuurlijk. Zo, eet het lekker op, meisie. Mum. Moet je weer naar de wc? Oh. Oh, de wc zit helemaal verstopt, joh. Dat is wel minder. Repareren. En de grond ligt onder. Eigenlijk zijn er best wel veel dingen kapot momenteel in ons leven. Bardo, je zit in de urineplas. Niet goed, man. Fix die shit even. Wel handigheid zijn we aan het leren. Handig. Dan kun je waarschijnlijk sneller die wc'en... Oh, eerst schoonmaken. Eerst schoonmaken, dan gebruik maken. Oh, ja, dank je. Maar wat gebeurt er? Je gaat onder de douche... Gaat een beetje aan de wc schrobben. Denkt, ah, gadverdamme, je gaat wel onder de douche. Oké dan. Maar me schoon. Poets. Oké, dan gaan we dit een beetje opdweilen. Zo, fuck die smurrie. Dat een beetje opdweilen. Zo, en dan, als beloning, mag je eindelijk naar de wc, Bardo. Woehoe! Oké dan. Heb je het vuilnis al buiten gezet? Ja, dat heb je. Gaan we weer slapen, joh, luiaard. Thomas is lekker aan het schilderen, die creatieve boy. Maar jij voert niks uit. Oh wel. Prestatie, nachtje doorhalen. Sorry, Thomas. YOLO. Oh, sorry, man. Zijn we al volledig in love? Dat vind ik wel fijn. Ik ga met Thomas een baan zoeken. Ik weet niet wat Thomas allemaal problemen aan heeft. Uitgeput, hongerig. Geef eens met me slapen dan. Ik laat Bardo wat lekkers voor je maken. Bardo heeft weer honger. Echt hoor, dat is typisch Bardo. Oké, koop maar iets lekkers wat eten is. Wat is dit, BLT? Sure, joh. Gezinsportietje. Koken die shit. En dan, als Thomas dan meteen wakker is er een lekkere portie troep voor hem klaar. Pats, zo op het bordje. Neem lekker een portie.
Oh, je pakt zelf al wat uit de koelkast. Dat mag ook. Beetje onhandig dit. Nee! Thomas, eten die macaroni! Nee, Thomas, nee, please. Thomas, nee, doe dit niet! Thomas, ja, beter! Oké. Okay. Ja, wat doe je dan? Je komt net uit bed, lul! Je hele slaapritme is kut, dat weet ik, maar... Ik heb een schilderij, als ik iets daarna schilderij... Oké, okay, ja, yeah. Whatever. Heb je al een schilderij gemaakt? Ja, zeker, hij is nog niet af. Nee, precies. Het is niet erg, Thomas, het is niet erg. Alleen, het is best wel jammer eigenlijk. Oké, okay, Barda, wat ga je doen? Wil je een boek lezen? Tuurlijk, joh. Ga lekker een boek lezen, joh. Oh, nee, dat is Thomas. Shit, Thomas, geen boek lezen voor jou. Nee, af. Foei. Thomas, ga verder met je schilderij, meid. Bardo, jouw leven is ook kut, zie ik. Ga slapen. We kunnen ze ook gewoon allebei laten slapen. Zijn we allebei moe, dus dat is wel een dingetje eigenlijk. Maar gaat de tijd dan een stuk sneller, zeg maar. Als het goed is, gaan ze nu allebei slapen, uiteindelijk. Als Thomas schilderij af heeft, in ieder geval. Doorschilderen, kreng! Voor mij gaat dit sneller als je geïnspireerd bent en dat soort shit. En dan maak je sneller dat schilderij af. Hij valt bijna om. Niet doodgaan, Thomas. Please, doe je best. Doe het voor mij. Ligt Bardo al te pitten? Ah, daar gaat Bardo nu heen. Oh, de tijd staat niet op doorspoelen. Dat willen we wel, natuurlijk. Yay! Allemaal in bed plassen en shit. Woe! Twee Sims onderhouden is een moeilijk leventje. Kom ik net achter. Woe. Ze hebben het wel gezellig en ze boeren in elkaars gezicht met zetjes. Ze boeren de letter Z in elkaars gezicht. Verdorie, Thomas, waar moet je nou weer plassen? Gebruik die shit. Oh, Bardo gebruikt de wc ook al. Vechten, vechten, vechten. Zo, ze wachten netjes op elkaar. Oké, dan. Bardo. Je komt net van het toilet af. Of heeft Thomas je eraf gejaagd? Als je... Ga je nou weer je bed in? What the fuck is er mis met jullie? What the fuck? Thomas heeft weer honger. Kunnen ze niet gewoon normaal doen? Echt. Je kan ook gewoon eten pakken, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Hoor. Ik snap in de ballen van. Dat hadden jullie al door natuurlijk. Bardo leren kennen. Druk op Bardo en druk op leren kennen. Oké, okay, eerst Bardo wakker maken. Hey bitch. Goedemorgen. Ik wil je leren kennen, bitch. Vragen om baby te voelen. Mag ik de baby voelen? Alsjeblieft. Ondanks dat je op de wc zit. Dat is niet erg. Oh! Ja, we moeten ze leren kennen. Kun je gewoon leren kennen? Vriendelijk? Er staat nergens leren kennen. Of het staat hier ergens en ik lees eroverheen. Nou, uitgerekende datum voor babyvragen. Dat weet je terwijl als je een stelletje bent. Jezus. Grote buik hoor. Die gaat echt ontploffen in dit moment. Maar ik kom wat kuttingen nou eindelijk uit zeg. Ach, morgen of zo. Niet zo zeiken. Oké, dat is fijn. Thomas heeft een dikke buik na. Oké, okay, Thomas, wat gaan we doen? Je bent moe. Alweer. Tuurlijk, joh. Laat Bardo even voor je koken. Dat is toch zijn ding. Voor mij is Bardo iedere keer niet klaar met plassen en trek ik hem dan van de wc af. Sorry. Kijk, Bardo is gewoon blij opeens. Voor de verandering. Wacht, dan wacht. Bardo. Ga eens wat lekkers koken voor die Tommy boy. Koken. Noem maar iets hips. Level 2 dingetjes bouwen, hè. Chips met salsa. Gewoon een groepsportie. Krijg je misschien nog een beetje geld voor. Ga je weer in bed liggen? Nee. Hoppakee. Ik heb geen idee wat je aan het koken bent, maar hopelijk wordt het lekker. Oh, je snijdt je eigen vingers. Meerdere keren. Nice. Je wil gewoon koken level 3 worden, meid. Jezus. Level is best wel moeilijk. Misschien moeten we Bardo gewoon een kookboek laten lezen. Misschien is dat een dingetje. Thomas, had je nog honger of niet? Oké, ze gaan samen slapen. Dat mag ook. Oké, Bardo gaat weer weg. Ja, het is even een portie van het eten op, joh. Zo, namme, 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 namme. Daar ben ik met Thomas in bed. Hartstikke gezellig. Zo. Als ze samen slapen gaat voor mij de tijd een stuk sneller. Dus daarom. Yay! Bardo is speels! Oké. Als die bitches zo meteen wakker zijn, dan ga ik ze keiharde boeken laten lezen. Het liefst kookboeken. Ik heb toch zat geld. Zometeen gaan we aan het werk als masterchefs. Bij het programma. Masterchef. Waarom denkt Bardo aan Bambi? Dat zijn de dingen die ik wil weten. Oké dan. Slaap zacht, lieve kinderen. Slaap zacht, bitches. Oké, okay, Thomas, we gaan jou een boek laten lezen over schilderen. Want jij bent professioneel schilder, of je dat wil of niet. Boeken kopen. Iets over kunst in ieder geval. Poëzie, romantiek, sci-fi, mysterie, vaardigheid, emotioneel. Ik denk dat het dan toch bij poëzie staat, misschien?
Poëzie. 50 tinten van mijn ramen. Pret in het pretpark. Het zijn allemaal... Improvisatie. We kunnen hem ook een humorboek laten lezen. Of een ander boek. Het zijn ook wel kookboeken. Vaardigheid. Oh, daar staan eigenlijk alle dingen in. Bloemvolle recepten, culinair koken, fitness, gamen voor noobs. Drankjes maken, handigheid. Inzicht. Koken deel 1. Laten we gaan koken, comedy deel 2. Mixologie. Dat is drankjes maken. Alfred alcoholist. Of Alfred colist. Hij heet een alcoholist. Alcoholist, whatever. Wat is grappig en wat is illegaal? Goeie boeken zijn dat. Raketwetenschap deel 1. Schilderen deel 1. Ja, die willen we hebben. Hij zit in Thomas' inventory, denk ik. Thomas? We gaan schilderen, de grondbeginselen van het schilderen lezen. Mooi. Lekker lezen. Nou, handig dus dat je met zo'n boekenkast redelijk ver kan komen in je leven en shit. Hoef je niet iedere keer van die schilderdingen af te maken. Dat scheelt alweer een hoop tijd en geld. Je hebt nog steeds niet af trouwens, lul. Mocht het tijd worden, jongen. Nou ja, hij doet in ieder geval iets met zijn leven, Thomas. We zijn erg trots op je ook en zo. Vult het schilderen nog een beetje? Ja, als je de tijd op 3-dubbele snelheid zet, dan bereikt hij wel iets in zijn leven. Oh, trouwens, we leren kennen zit in de categorie vriendelijk. Dus we gaan zo eventjes Bardo beter leren kennen. Nadat we dit fantastische boek hebben gelezen, want damn, dit is goede shit. Tuurlijk moet je slapen. Ga dan ook slapen, joh. Doe niet zo moeilijk. Jezus. Natuurlijk, dan gaan snap Bardo wakker. Loop je elkaar net mis. Oké, we gaan even over naar Bardo. Bardo. We gaan een boek kopen. Zo, een lekker culinair koken deel 1. Hip voedsel door Bonja Sakker. Leuke Sonja Bakker referentie. Ik heb alle punten voor bij mij. Algemeen onderhand kan voor allerlei verschillende verbeteringen gebruikt worden. Whatever. Culinair koken deel 1 lezen. Ga de bed maar weer uit hoor. Hotse flotse. Je dook er net in. Tijd om boeken te lezen, bitch. Je moet niet eerst de achterkant lezen. Gewoon open doen dat ding. Kan ze nu stijlvollere gerechten bereiden. Hoe hoger het niveau, des te meer recepten er ontgrendeld worden. En Thomas is gewoon lekker aan het snurken, joh. Laat hem lekker zijn ding doen. Als dat zijn ding is, dan is dat gewoon zijn ding. En dat mag allemaal. Ik denk dat het tijd is als Bardo een baan gaat zoeken, want ze is hoogzwanger. En hoogzwangere mensen moeten alleen maar banen zoeken. Dus dat is helemaal logisch. Waarschijnlijk nemen we over een paar dagen ontslag, omdat we betere skills hebben en een andere baan kunnen nemen. Maar daar gaat het niet om. Gaat het nog goed, Bardo? Is er nog iets bijna level up? Je coke is bijna level up, maar dat denk ik de hele tijd al. We kunnen nog een beetje comedy doen. Dat gaat tenminste wel een beetje snel omhoog. Oh, Bardo voelt zich te ongemakkelijk van grapjes. Geef ze maar even lekker plassen dan, meid. Zo. Oké, comedy. Grappen vertellen. Ik wil gewoon levelen, jongens. Keihard levelen. Kijk die comedybalk omhoog gaan. Het leek wel alsof coke ook omhoog ging. Je leert niet koken terwijl je grappen vertelt, Bardo. Dat is niet hoe de wereld werkt. Alsjeblieft, zeg. Boom. Comedy 3. Nice. Oh, je hebt zeg maar de dingen culinair koken en je hebt normaal koken. Oké, dan. Dat is wel nice. We kunnen nog een comedy level doen. Dat duurt wel heel lang. Dan staan we nog even een tijdje te chillen voor de mic. Maar het kan. Wat gaat er allemaal mis bij Bardo? Hongerig. Nou gaat hij lekker koken, kreng. Kunnen we iets culinairs maken misschien? Nee. Dan maken we toch lekker een roerei. Of een lekkere tuinsalade. Of een... Ik doe het liefst toch level 2 dingen. En dan denk ik, misschien krijg ik er nog eens wat voor terug, weet je wel. Nou, je hebt in ieder geval leuke grapjes verteld. Aardig doen tegen Thomas. Pff, waarom zou ik? Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen doen. Ben ook klaar met rappen, meid. Nieuwe M&M hoor, dames en heren. Bardo M&M. Wat? Zijn trouwens nog nooit buiten geweest, bedenk ik me. Sinds we het huis in zijn gegaan... Zijn ze nooit buiten geweest? Ze zijn het huis ingegaan om seks te hebben en zijn al bijna bevallen van de baby. Nou, we. Bardo is aan bevallen van de baby. Bardo trappelt van geduld om haar nieuwe baby te verwelkomen. Oké, shit, de omstandigheden zijn heel slecht. Bardo? De baby komt over 3 uur. Ga alsjeblieft even plassen, meid. Is het bedorven of niet? Shit. Bardo, je stinkt aan alle kanten. Er moet een baby geboren worden. Niet in deze omstandigheden, alsjeblieft. Ga naar de wc, meid. Zo, ja, dat is wel één dingetje minder. Gaan we even douchen dan.
Toen ik in zijn wc kapot. Nee, niet doodgaan! Verdomme Bardo, wat is dit? Is de bevalling mislukt? Oeh, zo'n gratis wiegje. Waar is het wiegje? Gaat het voor de deur ofzo? Of? Ik wil het zien. Waar is het gratis wiegje, dames en heren? Hoe kom ik bij het gratis wiegje? Bardo, we moeten even gauw wat shit voor je fixen, meid. Over 0 minuten komt de baby. En je bent uitgeput. Dan ga ik in je bed liggen, Oh, bewusteloos over 2 uur. Ik hoop dat je die baby er snel uit krijgt. Oké, doe je ding, Bardo. Ga lekker slapen, joh. Is niet erg. Die baby die komt vanzelf wel, joh. Kom maar goed. Dat probleem lost zichzelf wel op, zeg ik altijd maar. Zo, dus waar de fuck staat het wiegje? Geen idee. Voel je je een beetje beter, Barbie girl? Thomas gaat weer lekker films kijken. Typisch Thomas. Oh, 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 oh. Maar dan voelt ze nog steeds erg ongemakkelijk. Mooi, mooi, mooi. Wc. Ga dan naar de wc. Oh, je hebt dat ding kapot gemaakt, joh. Is Thomas hem nou verfixt? Repareren. Zo. Kan iedereen een beetje zijn eigen werkje doen hier in het huishouden. Thomas fix die shit. Bardo gaat erop zitten. Hartstikke mooi. Bardo, doe even je eigen dingetjes. Ja, dan ga je misschien minder hard dood. Ga maar lekker slapen, joh. Bardo, het gaat niet zo goed met jou. Ik maak me zorgen. Flinke zorgen. De baby komt en alles gaat mis. En de baby dan? Wat is er met de baby? Oké, laat je eerst wel even uitrusten. Dat is altijd het belangrijkste. Wacht. Thomas. Laat Thomas gewoon alle klusjes doen, zodat Bardo er niet zoveel hoeft te doen. Zo, Thomas laat ik even dat doen en weggooien. En Thomas is zelfs voor het eerst buiten geweest. We kunnen iets koken. Een lekkere macaroni met kaas. Iets lekker makkelijk. Een tosti. Hoop ik verpest het niet. Deze tosti, oké, hij gaat hem nu zelf opeten. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Bardo, ga eens lekker douchen, ja. Doe dat maar. Meid, je hebt het verdiend. Als je dat maar weet. Je hebt het verdiend. Door te verdienen. Shit. Nice. Oké dan. Het is wel gezellig hier in ieder geval. Je kan zeggen wat je wil over het hele gebeuren in The Sims. Maar het is wel hartstikke gezellig in ieder geval. Dikke Bardo. Waar blijft die baby? Er zijn zoveel dingen. Ze stapelen zich gewoon echt van alle kanten op. Ga je nou weer slapen? Ik snap echt niet, iemand in de reacties heeft vast wel een reden waarom mijn Sims zo vaak slapen en waar het misgaat. Je bent in ieder geval naar de wc geweest. Je hebt ook honger. Ben ook uitgeput. Maar even snel iets van de koelkast pakken. Gewoon iets wat ze meteen kunnen eten. Openen. Er zit wel iets in. Een snelle maaltijd eten. Ja, een lekkere cornflakes ofzo. Krijg je geen kookpunten voor, maar je hebt in ieder geval iets gegeten. Dat is ook belangrijk. Hey, voor de rest alleen maar uitgeput. Dus dat valt wel mee. Behalve dat je op enkele seconden bewusteloos bent, dan gaan we naar je bed toe. Oh, de hele kraan gooit je onder. En je staat er gewoon cornflakes te eten. Like you don't care. Oh, Bardo toch. Thomas, neem Bardo in de bibs. Kan nu. Kunnen we van Thomas niet Bardo in bed tillen ofzo? Hey, mag ik de baby voelen? Oh, familie opscheppen. We zijn samen de familie, weet je dat? Onplezierige omgeving. Ja, I know. De hele badkamer staat onder, vriend. Thomas wordt de mechanic. Thomas wordt de man in de relatie die alles even fixt. Zo een beetje dweilen daar zo. Bardo, ben je al een keer van plan die baby te gaan bevallen? Of heb je daar geen zin meer in? Dat kan, is niet erg. Eet die cornflakes. Je bent voor de rest alleen maar uitgeput. Tenminste, volgens de game. Ga lekker slapen. Fix dat uitgeput zijn. Ik dump Thomas bij je in bed. Zo, doe ermee wat je wilt. Misschien kun je nog een beetje zwangerschapsseks hebben nu je 9 maanden zwanger bent. Dat is wel nice. Meer keuzes. Liefde. Aanzoek doen. Net voor de baby er is. Daar wordt Bardo vast gelukkig van. En dat is waar. Als Bardo een beetje gelukkig is door dat aanzoek, dan ploept die baby er zo uit. Geen moeite. Echt al lang geleden dat ze die wieg hebben gedumpt namelijk, hoor. Ik ben niet haten, maar het is gewoon alweer een tijdje terug. Thomas, je dingetje wordt langzaam heel vies rood. Wat doe je? Je slaapt zelfs langer dan Bardo. Nou, Bardo, je kan toch zelf ook naar de wc, meid? Wat, waarom, Bardo? Waarom?
Waarom ga je uit bed als je moe bent en... Oh. Bebzo. Nou, die is weer weg. Oh, eet even gauw wat cornflakes dan. Of ja, een snelle maaltijd eten. Yoghurt. Zwangere vrouwen zijn dol op yoghurt. Dat weet iedereen. Jezus, zo simpel soms. Ik denk vooral dat je in het begin heel veel van dit soort struggles hebt. En later in de game ben je wat struggles kwijt. Dan maak je eten waardoor je honger een tijdje weggaat. En bedden waardoor je sneller bent uitgerust. En dat soort troep. Wat zijn er nog dingen? Hopeloos verliefd. Oké. Okay. Hoe kan ik die baby laten bevallen dan? Er staat zo'n slijt naar beneden pijltje op. Alleen er gebeurt niks. Is dit het? Waardoor zijn we gaan kreunen. Is het hele lekkere yoghurt of ben je aan het bevallen? Ik denk dat het de bevalling is. Ik even camerahoeken fixen. Bardo. Je mag voor mij best bevallen als je wilt, weet je wel. Ik zet mezelf even op Thomas, dan kan jij lekker bevallen. Ik hou je wel in de gaten. Pannenkoeken. Thomas is lekker aan het slapen ondertussen. Thomas, word wakker. Ga door met je grote schilderij. Oh ja, ging eerst nog een aanzoek doen. Dat is waar ook. En ze zijn verloofd. Ik heb de hele camera hoeken verneukt voor dit romantische aanzoek, maar ze zijn verloofd. Waarom doet mijn camera zo raar? Vraag ik me af. Oh, mijn camera zit daar eigenlijk. Waarom kan ik niet hierin? Huh? Oh, ik moet gewoon meer inzoomen. Oké. Okay. Camera, onduidelijkheid. We zijn verloofd en ik ga verder met mijn schilderij. Oké okay, dan. Verkoop die shit aan een verzamelaar, jongen. Hartstikke nice. Hartstikke nice zelfs. Oké okay, dan. Wat nu, Thomas? De stereo is kapot. Dude, fix die shit eens. Voor de rest, Bardo, was je van plan om te gaan bevallen of had je daar geen zin meer in? Weet je, het mag! Weet je, voor mij ben je nu al 2 keer zo lang zwanger als dat je eigenlijk hoorde te zijn. Maar doe er even wat mee, want het is allemaal zo onduidelijk voor de kijkers nu ook. Wat je allemaal aan het doen bent in je leven. Het is gewoon een beetje vaag, weet je. Misschien een beetje zwangerschapsgymnastiek, misschien moeten we dat gewoon doen. Nee, het moet heel nodig. Je blaas is geknapt! 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 Ik zei nog zo! Ga naar de wc! Waarom luisteren mijn Sims nooit? Ga maar lekker douchen, joh. Ga maar lekker plassen of zo. Vies peuk. Nee, maar echt, de baby. Zeg maar, het leek mij wel leuk persoonlijk aan het einde van de XO gameplay als er ook een baby is. We gaan een nieuw, heel nieuw plan, stappenplan doen. Thomas gaat naar buiten en gaat vreemd. Hij is net verloofd geweest. Ik vind het toch wel heel cliché dat de man dan vreemd gaat in de relatie. Dus laten we dat wel doen. En dan komt Thomas zo meteen thuis en dan is er een baby. Dat zou grappig zijn. Oh, hij is nog steeds het ding aan het repareren. Oké, we gaan naar buiten. Thomas, we gaan een leuke mevrouw voor je zoeken. Een oudere vrouw. Een hele vieze oude vrouw. Oké, wacht. Ik ga even kijken. Kinderen. Je kan niet een relatie nemen met kinderen, Thomas. Dat is niet normaal. Sukkel. Hele oude vrouw. Waarom zijn er alleen maar oude mensen hier? Oh, de postbode. Er liggen wat rekeningen in je brievenbus. Je bent €428 schuldig. En je hebt 48 uur om te betalen voor we je voorzien. Voorzien in... ik ga ze wel betalen hoor, maar... Het is wel best wel veel geld. Ik ga een leuke mevrouw zoeken. Het is toch leuk als we de video afsluiten met wat Thomas die vreemd gaat. Iedereen is daar bekend op dat gebied. Oké, nou. Laten we even een mevrouw zoeken. We hebben net heel braaf de rekeningen betaald. En hier komt onze nieuwe vriendin langslopen. Een aardige introductie. Thomas en Nicky kennen elkaar nog niet. Oh, wat spannend. Oh, wat erg. Oké, Thomas, rustig. Don't fuck this up, man. Vliegen stinken. Jij hebt grote bjorsten, jongen. Oké, gestoord. Nee, we maken wel een grapje of zo. Zo, een beetje grapjes maken. Ja. Een beetje. Ik wil graag leren kennen. Vriendelijk. Interesses bespreken. Ik merk toch wel dat het werkt gewoon het beste als je eerst vrienden met ze wordt en dan seks met ze hebt. En we gaan zo meteen de liefdepad opvragen of ze nog single is en dat soort dingen. Dat is typisch onze Thomas. Oh, die is ver, wat beter die mevrouw kunnen nemen. Die draagt tenminste niet dit soort foute kleding. Meer keuzes? Vriendelijk? Leren kennen? Sure. Sambo Yelps? Ja, Yelps. Lekker roddelen. Het is een beetje een eenzame chick. Praten over dromen. Sure. Meer keuzes. Gaan een beetje de liefde op. Vraag of ze vrijgezel is. We gaan... we kunnen even dubbele snelheid het gesprek doorlopen. We gaan... het gebied van liefde.
een gewaagde vraag stellen. Nikki is vrijgezel, dames en heren. Dit is aan het gebeuren. Ja, we gaan even normale snelheid, want als het gesprek te snel afloopt, dan lopen ze weg van elkaar, dat willen we niet. We kunnen een versiertruc doen. Meer keuzes, liefde, een roos aanbieden. We hadden beter eerst een compliment kunnen geven over uiterlijk, maar dat is oké. Compliment geven over uiterlijk. Meer keuzes. Stink ik? Nee joh, natuurlijk niet. Ze neemt hem aan, soort van. Nam ze hem aan? Stink ik? Ik stink, of niet soms? Het is een beetje ongemakkelijk tussen ons. Oké dan. De liefdesmeter loopt gewoon weer terug. Dat is minder. Een beetje roddelen. Het gaat niet zo goed in dit gesprek. Ik heb meer skills nodig, denk ik. Deze vrouw is een moeilijke noot om te kraken, dames en heren. Koeltjes doen? Ah, oh, een beetje cool doen. Ja, het is cool, het is cool. Ik neuk bitches zoals jou voor het ontbijt, jongen. Weet je, over handigheid praten, ik ben een handige man. Vriendelijk. Interesses. Waarom loopt alles leeg? Fuck. Ik moet iemand anders zoeken. We zitten al op 56 minuten. Het gaat niet goed, wel dan. Gaan we de bag pakken nu. Superstijl. Ah, dat hebben we nodig, ja. Ja, dat is die mevrouw weer. Dat is een hele andere vrouw, maar niet uit. Oh, ze zijn weg van elkaar. Shit. Thomas, nee. Waar is Thomas? Waar is hij? Is hij weer thuis? Oh nee, hij komt weer thuis bij het vrouwtje. Hey Bardo, ga er met die baby dan. Door kindje proberen te maken. Ja, ik merk er zo weinig van. Dat is een beetje een probleem. De kindjesmaker 3000 was aan het aftellen en toen was er opeens geen kindje. Dat vind ik gewoon, ja, moeilijk. Daar heb ik problemen mee eigenlijk. Schoonmaken. Oh nee, Bardo, blijf lekker liggen joh. Blijf lekker liggen. Oké, okay, blijf maar niet liggen joh. Hè? Negeer al mijn dingen, shit, maar. Oké, nou. Het gaat niet zo goed in de Sims. Zoals ik al zei, hier en daar zijn tips welkom. Ik snap ook de ballen van. Ik klik een beetje op dingen en denk, oh, hey, ik kan iets doen. En dan doe ik dat, zeg maar. Dat is ongeveer hoe de Sims speelt. Thomas, ga eens iets lezen, joh, Kreng. Weet niet, maakt niet uit wat, als je er maar slim van wordt. In ieder geval aliens. Jemig, Thomas, jij stinkende alien lover. We kunnen de douche verbeteren, dat is wel nice. Waterstroomregulator verbeteren. Doe dat maar, Thomas. Doe dat maar, jij idioot. Oh, we worden gebeld. Oeh, wat interessant. Een dienst inhuren. Wat gaan we inhuren dan? Een dienst. Lekker duidelijk. Oh, er komt zo meteen waarschijnlijk een schermpje als hij klaar is met douchen. Van, oh, wie gaan we inhuren? Wie gaan we inhuren? Oh, hij staat natuurlijk de douche te repareren en niet te douchen. Je bent nog douchen, Thomas. Wacht, fuck die dienst inhuren. Neem zelf eens een keer een douche. Hoppa. Douche is geüpgrade. Hartstikke mooi. We gaan een dienst inhuren. Het liefst een prostituee. Als dat niet kan, andere dingen mogen ook. Eenmalige schoonmaakster. Kom maar op, hoer. Ik kan nooit gewoon met leuk taal gebruiken, weet je wel. Ja, die eenmalige schoonmaker heeft jij niet zoveel voor te doen. Dus jij kan lekker de wc repareren, Thomas. Dat is echt jouw ding. Ik vind jou echt typisch zo iemand die onze wc repareert. Ik neem aan dat het ding later minder kapot gaat. Als mijn niveau een beetje omhoog gaat. Mag ik tenminste hopen. Want dit wc'tje dat het fixen is schijt irritant. Snap je hem? Schijt. Ik haat mijn leven. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Komt de baby? Komt de baby echt deze keer? Ik geloof, het moet haast wel. Je bent al het grootste deel van de tijd zwanger, mens. Alsjeblieft, baar die baby. En hier in bed, moet ik op mijn bed drukken en bevallen of zo? Ik heb echt het gevoel alsof ik iets mis. Er moet iets zijn wat we missen. Misschien moet ik eerst het kinderwiegje neerzetten. Wiegje. Wieg, man. Wiegen de weg. Sure. Ik zie niks. Leuk, man. Kinderen. Zit hier een wiegje bij misschien? Nee. Bedjes. Kindermeubels. Er is een wiegje. Het moet haast wel. Het superieure wiegje. Kinderwieg? Wieg? Aha. Zo, zetten die lekker hier neer of zo.
Een beetje gewaagd zo schuin neerzetten. Zo, oh, ik ben een baby. Oké, misschien kunnen we nu bevallen van een baby. Ik weet het niet. Wat kinderdecoraties erbij hangen. Een grote teddybeer ernaast. Nou, dan weet je dat het goed komt hoor. Zo, dat is ook scary hoor. Een grote teddybeer ernaast. Ik wil van die dingen die aan de muur hangen, ja. Dan moet hij echt aan het plafond. Hoe hangen dit op? Ja, boven het kinderwiegje. Wat leuk. Stickers en foto's op de muur. Leuk, man. Dus Bardo, die baby van jou. Zal hij ooit komen? Niemand weet het, denk ik. Ik denk dat niemand weet of jouw baby ooit nog gaat komen, Bardo. Het is wel een hele erg cliffhanger voor de XXL gameplay. Dat we nooit zullen weten of Bardo zal bevallen van een kerngezond goor kind. Dan gaan we lekker passen, joh, meid, hè. Zo, als je daar klaar mee bent. Als je er klaar bent, bouw die shit ook meteen even op. Dankjewel. Ik snap echt niks van die bevallen. Hoe werkt het? Oh, ik ben zo benieuwd naar jullie comments zometeen. Over hoe je wel moet bevallen. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken van The Sims 4 op Hanyo Town XXL gameplay gebeuren. Als je denkt, nou dit is leuk. Ik wil meer hiervan zien op andere plaatsen die misschien jouw kanaal zijn, Rick. Dat kan. Ik sta heel erg open voor tips. Ik neem iedere aflevering stuk voor stuk op. Dus ik kan heel mooi leren van alle fouten die ik maak. Misschien dat ik op mijn kanaal nog even gauw de bevalling doe. Als ik weet hoe het moet. En dan duurt het waarschijnlijk niet al te lang. Het is wel leuk dat mijn andere gezinnetjes dus geloof ik hier en hier wonen. Hier wonen mijn andere twee series. Maar als je dat interessant vindt. Dit is niemand uit mijn serie. Maar toch, dat is Rosanna Visser. Die bestaat ook in deze wereld. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering van de XXL Gameplay. Een andere game. Ik sta zeer hard open voor suggesties. Dus als je nog een aanradertje hebt voor de XXL Gameplay. Wees niet verlegen. En meld het eventjes. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van de XXL Gameplay. Doei!